Yes, gearriveerd. Altijd leuk om in Eindhoven te zijn, want ik heb hier 7 jaar gewoond. Maar ik ben hier niet voor een trip down memory lane. Maar ik ga hier vandaag de Dutch Design Week bezoeken samen met Charlotte. Op weg naar het klokgebouw voor onze perspas komen we de Trudotoren tegen. De groene long van Eindhoven. De groene long van Eindhoven. Maar ik heb... Ja, het is de Nederlandse versie van Stefano Boeri's Bosco Verticale, die we ook in Milaan even hebben gezien. Ja. De perspas is binnen en onze goodiebag ook. Laat het feest beginnen. Bij het Labyrinth. Dat is een tentoonstelling gemaakt door de voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade in de vorm van een labyrinth. Met dus het idee van de toekomst van Nederland is geen rechtlijnig pad, maar we moeten openstaan voor verandering en afwisseling. De opzet met al deze gordijnen doet dan een beetje denken aan een Nederlands paviljoen in Venetië, de Affaire de Jong. Het is een toffe opzet. Achter elk gordijn bevindt zich weer wat nieuws, dus we zijn ook weer verrast. Hier Philip van Nieshout. We zijn nu aangekomen bij de Embassy of Circular and Biobased Building. En dit is een iconisch huis waar ze 100 duurzame bouwmaterialen hebben gebruikt om de potentie van duurzaam bouwen te tonen. We zijn hier in de Green Future Club en hier worden jonge ontwerpers gekoppeld aan gevestigde merken om hun duurzame ideeën verder te kunnen brengen. De greater number, het thema van dit jaar design. Dus Design Week draait eigenlijk over de zoektocht naar een betere aantal. En met deze thematiek willen ze mensen aansporen om opnieuw na te denken van wat is er al en hoe kunnen we dit beter aanpakken. Een betere aantal. Ineke Hans heeft met deze stoel eigenlijk een bestaand ontwerp heruitgewerkt. En het is de eerste Nederlandse statiegeldstoel. Dus je kan hem overal inleveren en je krijgt gegarandeerd 20 euro terug. Bij een restaurant allemaal sterren gezet, waardoor je aan private dining kan doen. En om toch de afstand te bewaren, kwamen de ovens niet met de sterren, maar hadden ze lange planken met eten die ze zo konden inschuiven. Heel erg. Wie komen we hier tegen op de tentoonstelling van de Dutch Design Awards? Genomineerd voor de Public Award is ook Spaan de Mar van Kort Wielens en Marcel Lok. Het nieuwe instituut is samen met Elisa van Joden een tof project hebben ze samen gedaan. Elisa is een kunstenaar en zij heeft de tas ontwikkeld van gebruikte plastic tassen. Ja, en die kan je dan via haar website lenen voor 6 maanden tijd, terugsturen en dan krijg je het een nieuwe gebruiker. Wij zijn fan.
Ja, dat denk ik ook, ja. We zijn nu aangekomen bij de projectpresentatie van Studio Ossidiana met het nieuwe kunstenpaviljoen dat gepresenteerd wordt op de Floriade 2022. Volgens mij naar buiten. Ja, maal. Twee verschillende, hè? Last but not least zijn we aangekomen bij het beursgebouw voor de graduation show van de Design Academy. Die kunnen we natuurlijk niet missen. Graduation show, super veel te zien. We moeten even over nadenken wat we er nou van vinden, überhaupt van de hele dag. Ja. Maar ik zou vooral zeggen, hou de website in de gaten, want daar zullen er nog artikels verschijnen over de ins en outs van dit design.